heren, welkom bij Vloednieuwe Vier. Vandaag ben ik hier met Milo. En het is een tijd geleden dat wij een quizje ding hebben gedaan, dus ik dacht vandaag is het tijd voor wat nieuws. En ja, ik ken jullie allebei natuurlijk al best wel een tijdje. Ja, eigenlijk heel lang. Ja. Maar ik hem ook hoor. Ja. Jij was echt fan van mij vroeger. Ja, nog steeds. In ieder geval, ik heb jullie uitgenodigd vandaag, want ik ben benieuwd wie van jullie mijn betere vriend is. Oké, dat interesseert je blijkbaar dus echt heel veel. Ja, dat zeg maar. Je doet het echt raar, niet omdat je een videootje nodig had. Nee, ik doe het echt. Maar moeten wij bewijzen dat we niet jouw vriend zijn of dat we jouw vriend zijn? Zijn we klaar voor vraag 1? Oké, de eerste vraag. Waar hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet? Voor het eerst ontmoet. Ontmoet. Dus wij elkaar en wij elkaar. Kerel, ik weet het helemaal niet. Oh, dit is echt heel lastig. Je weet het niet. Want in een intrigue, weet jij het wel, man? Tuurlijk weet ik dit. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik ga iets gokken waarvan ik weet dat we elkaar wel zeker gezien hebben. dat is in ieder geval wel handig. Ik weet zeker dat ik fout is. Zeg jij maar eerst wat ja, ik heb het opgeschreven die verjaardag van Mattie toen. In die tuin bij hem dat we ook die video gingen maken. Maar het kan bijna niet dat het echt was. Nee, geen toen hoor. Matt heeft het punt, maar bij jou was het niet tegen. Nee, dat nee. Ik heb jij daarvoor gezien. Namelijk in Walibi. Was dat de allereerste keer? Dat was de eerste keer dat ik elkaar zag. Leuk, hè? Dat was leuk. Vraag 2. Ik maak natuurlijk al best wel lang YouTube-video's. Sinds 2012 al. Ja. En in het begin had ik 2 YouTube-intro's. Ik heb ze hier allebei en jullie moeten raden welke eerste was. Dus wat was mijn eerste YouTube-intro van de qua liedje? Ja, qua liedje. Ja, deze klinkt heel bekend in de oren. Ook iets deze meer. Fruitig nummer. Oké, is het nummer 1 of nummer 2 wat mijn eerste YouTube intro was? Dit weet iedereen. Oké, wat heb je? Ja, ik heb die eerste dat die van mij bij die PlayStation video's zit. Maar misschien heb je daarvoor je video's dan of het antwoord gehad. Is 2. Ja! De volgende heb ik een filmpje voor jullie gemaakt. Oh, ja. Leuk! Dus we kunnen even kijken. Leuk speels. Hey, is dit wel een actueel gemaakt filmpje? Dit is een actueel gemaakt filmpje. Oh, mooi. Is dit jouw huis? Dit is mijn huis. Je woont leuk. Ja, leuk, dankjewel. Hi, mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Hierbij de volgende vraag. Het is de ochtend voordat we deze video opnemen. En ik ga even ontbijten. Nou ja, drinken weet je wel, water en een koffietje kan prima. Wat voor eten neem ik vandaag als ontbijt? Laat het vooral weten. Ah, zo lastig. Ik vind trouwens wel, je neemt het op met kauwgom, want ik vind mensen die met kauwgom nemen, dat vind ik echt heel show. Goed, maar wat heb ik vanochtend ontbeten? Of je hebt gewoon iets super randoms gegeten, wat natuurlijk echt super grote kans is dat je gewoon een kipcorn zit te vereten. Ja, het gaat erom wie mij best kent, hè, jongens. Dat is wel even belangrijk om. Dat ik Marco Passato zou staan, maar dat klopt niet, toch? Jawel. Zeg jullie antwoord maar. Mat? Kutje. Dat had ik ook. Nee, broodje Nutella. Broodje Nutella. Dat heb je altijd. Ja, ik denk dus macrobiotische glutenvrije pannenkoekjes. Macrobiotische glutenvrije pannenkoekjes. Wat was het dat kutje ineens zien krijgen? Oké, ik heb het nu voor me liggen hier. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Ik denk dat jullie deze wel goed kunnen hebben. Zeker Matt, want jij bent natuurlijk best wel een tijdje met mij gewoon. Dus ja, jij zou dat wel moeten weten. Oké, ik zal hem om gaan draaien in 3, 2, 1. Ja, een watermeloen. Ja, ongelooflijk. 10 kilo. 10 kilo. Hopelijk dat even jullie het goed. Ik heb bij mijn Insta doorgescrollt en ik heb best wel veel foto's met jullie allebei. Hoeveel foto's heb ik op Insta met jullie? Dus hoeveel foto's heb ik met jou op Insta? Oh, dat, de vraag van een groepsfoto? Ja. Telt mee, maar ik heb bijvoorbeeld ook foto's die met jullie allebei erop staan, telt allebei dus voor 1 punt. Ja, oh ja, dus elke bankse groepsfoto is gewoon oké, nou dat zal het toch wel... 35. Ik heb maar 17. Ja. Ik voelde ik echt op 3 foto's staan. Ik had natuurlijk 18 kunnen zeggen, maar ik denk... Met wie denk je dat ik op meer foto's sta? Met Matt of Milo? Ik denk misschien wel met mij. Ja, ik denk ook met hem. Het is man. Okay. Ik sta met jou 20 keer op de foto en met jou 23. Shit, maar wel een puntje voor man, goed gedaan. Wat is je favoriete herinnering met mij? Oh, ja, moeten we dat omschrijven? Ja, en het mooiste verhaal krijgt van mijn punt. Avondje hotel. Een van de dingen die mij meteen te binnen schoot, ik weet nog echt een hele romantische avond. Dat wij om wat voor reden ook samen in een hotel belanden. Uh-huh. Ja, wij tasten een beetje af hoe daar de sfeer is. De spanning hing in de lucht. Maar om onszelf te beheersen zetten wij toen Geer en Goor aan. Dat weet ik nog. Ja. En toen hebben wij denk ik 2,5 uur. 2,5 uur daar krommel van het lachen Geer en Goor zitten kijken. Wat daarna volgt zou ik niet op beeld vertellen. Maar ja. dat was een goede herinnering. Ja, schitterend. Ja, ik moet zeggen, dit vond ik een hele leuke. Dat is nou de Judy Gathering. Ja, klopt. Mat in 3, 2, 1. Ja, ik heb jou niet vaak verslagen. Gezien in je leven. Maar één keer wel. Toen probeerde je serieus. Heb je gewoon overwogen dat je daar 1000 euro voor kreeg. En toen zat je daar in die woonkamer met die poef, weet je wel, van kaas aan de hut. Zat je daar zitten zitten en toen was je voor het eerst. Had je gewoon verloren, gewoon in je leven. Weet je. Ja. Is dit je favoriete herinnering aan mij? Oh, favoriete herinnering? Ja, dat is het ik dacht dat je voor lul moest zitten. Nee, Milo puntje.
Zonder raar is een feitje vraag. Oh, een feitelijke vraag. Goed, in 2017 luister ik veel muziek. Wat is mijn meest geluisterde nummer in 2017? Dit moet wel. Als dit het niet is, dan ligt die laptop van jou. Oké, Matt, denk je? Ik had eerst dacht ik Shape of You, doorgestreept. Krantenwijk, doorgestreept. Het moet Habiba wel zijn van Boef. Habiba, ik ben lid. Katje. Ah, energie. Die kwam 4 dagen voor 2017 uit. Maar in 2017 mijn meest streamde nummer. Wat heb ik verdiend met kaasje? Wil je het bruto of netto horen? Bruto. Ik heb de fiscalist nog gesproken vanmorgen. En die zei? Veel. Nee, ik zit veel te hoog. Oké, Mark? Ik hou me gewoon liever aan de feiten. Meer dan 40.000 euro. Dat is het enige wat je ooit hebt toegegeven. Dus meer dan 40.000 euro. Maar, klopt dit? Ja. 57 heb ik ingevuld. Dat is weinig geld. Ja, dat was meer dan 40.000. Jij zit dichterbij. Ja. 750 euro is nog veel meer, jongen, dan een waardeloze bed. Euro, ja. Zoals jullie weten heb ik kledingkasten vol. En allemaal hartstikke mooi, maar niks is natuurlijk zo mooi als... Ik ben nu even stil, dan kunnen jullie even de bankzitterskleding pluggen. Mensen, koop de bankzitterskleding. Maar goed, wat is het duurste kledingstuk wat ik heb? Dit moeten jullie echt weten. Ja, jongens. Wat is het duurste kledingstuk wat ik heb? Nou maar. Ik ben echt benieuwd. Uit hetzelfde als ik. Wat heb ik heb dat Gucci pak van Zepp Awards pak, ja. Dat denk ik. En dan dat jasje daarvan. Maar die heb je voor mij teruggestuurd. Nee, ik was laat. Dat ligt uiteraard niet in deze kast, maar dan gaan we naar deze kast. En ik neem aan dat jullie nu al vermoeden hebben. Ja. Deze parel. Is die duurder dan het pak? Voor wat kan je mij s'nachts wakker maken? Ja, harde seks natuurlijk. Ja, harde Het antwoord waar ik het vrolijk van, waarvan ik denk, van daar kan je me wakker maken. Ik weet hem. Jij weet het. Nee, echt een kutje doen. Nee. Ik ga niet een kutje opschrijven. Dat ga ik niet doen. Als je dit fout rekent, lieg je tegen jezelf. Het is zo moeilijk en dan ga ik toch weer een kutje opschrijven. Dat wil ik niet. Als je hem tekent, hij heeft niet gezegd dat dat meteen fout is. Ik ga geen kutje tekenen. Ja, doe het even. Ik weet niet hoe dat gaat. Oké. Okay. Gewoon een groot open gat tegen jij. Nou, schrijf wat op, man. Een knuffel. Ja, tuurlijk, ja. Oh, een lekkere huk gewoon. Ja, man. De volgende vraag. Wat is mijn schoenmaat? Dit is een vijfde vraag. Weet je dat? Ja. Dat 4-2-1. Dus als je dit vraagt... Ja, dit is een cruciale ronde. 42 af. En wat heb jij? Ik heb 42 en als je 2/3 erbij hebt, mag je dood. 42,5. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is toch een verschil? Ja, een verschil van 42,5. Volgende is het raarste dat ik ooit bezopen heb gedaan. Oh, oké. Jullie weten wel heel snel... Ja. Dat is maar één antwoord. Wat? Rokio. Het is Rokio. Had ik. Dat is helemaal niet waar. Ja, dag! Ja, dat is niet waar. Ja, ik snap dat je het er niet in wil hebben, maar dit is wel oprecht. Dit is echt zo. Wat dan? Is er nog iets raars dan dit? Rokio is een stokoude verhaal. Dat jij toen bezopen was en echt het allerlelijkste, minst knappe mevrouw uit Alicante had getoverd. Maar die was echt heel lelijk. Die had zo'n Bert en Ernie hoofd, zo heel lang werpig. En toen was je de naam vergeten. En toen... Nee, dat was die andere. Ik had toen... Had je er twee? Ja! Had je er twee? Hé, Mat, puntje. Jongens, bij de volgende vraag. Oh, er komt even een papiertje. Er staat hier 3 keer hallo opgeschreven. En 1 van deze 3 is mijn handschrift. Ik weet deze wel. Ja, ik weet deze. Wat heb jij? Ik denk nummer 3. En wat denk jij? Ik denk gewoon alle 3. Ja, ja. Dat denk ik eigenlijk ook. Het is 3. Oké, jongens, wat irriteert mij het meest? Dit is voor mij een ABC'tje. Ja, wat mij als je jou een beetje kent. Ja, als je mij een beetje, en jij kent mij goed, jij bent mijn beste vriend. Zeker. Tenminste, dat wil je dat beaam jij te zijn. Berghuis en arme mensen. Ja, heel mooi. Ja. Oké, jongens, ik heb je de allerlaatste vraag. Ja, spannend. En dit is een vraag waar je meer punten kan. Oké. Dus eigenlijk beslist deze vraag, zeg maar. Nee, je moet niet ons geheim nu verklappen. Nee. Wat ligt er op dit moment op mijn bureau, hiermee? En voor elk item wat goed is, krijg je een punt. Voor elk item wat fout is, gaat er een punt af. En bijvoorbeeld een toetsenbord, telt dat ook? Toetsenbord telt. Ik denk dat ik het al redelijk... Ja, mijn bladjes vol, dus ik stop ermee. Hoeveel dingen heb je opgeschreven? Ik heb 6. 10. Begin maar met je eerst. Dan zeg ik ja of nee. Toetsenbord. Ja. Heb jij die ook? Nee. Dom, dit is dom. Ik zei het nog net. 6. Ja, oké. Ik heb ook... Muis. Goed. Ja. Heb ik ook niet. Dan kwam ik er meteen overheen. Muismat. Ja. Heb ik ook niet. Ja, dom van jou. Sleutel. Fout.
Punt eraf. Ja. Oh, dan gaat er een punt af. Ja. Afval. Weet je, afval zal er vast wel liggen, toch? Zo'n Prins Ministar pakkinkje of zo die altijd op jouw toetsen wordt slingerd. Nee, nee. Het dag ligt sowieso iets van afval op. Ja, een doos. Doos, ja. Afval, ja. Bord. Bord, heel goed. Ja. Ja. Glas. Ja. Ja. Dogging station. Ja. Ja. Een tropische ketting. Tropische ketting? Ja, die heb ik daar gezien. Ja, niet meer. Die hangt over mijn stoel. Godstoel, ja. 10-6. Ja, sos. Heb ik als laatste. 9-6. Dat was het, ik ben klaar. Mat! 9-6. Ja, jij moet 3 punten goed maken. Ja. Je hebt maar 3, je hebt maar 6 dingen opgeschreven. Ja. Oké, okay, kom maar met je eerste. Broodkorsten. Ja, dan moet je er even, ik ga je even, nee ho! Echt broodkorsten gewoon, dat je die lust, viespeuk. Ik heb dit. Ja, dat zijn kruimels, dat is geen korst hoor. Een korst. Ja, telt hem hoor. Ja. Tuurlijk telt hij even. 9-7. Zo'n grote bullshit. Mensen thuis, jullie zien wat hier gebeurt hè. Telt. Geen geld. Nergens. Opgedroogd kwijl. Ja, vast wel. 9-7. De schoonmaakster. 9-7. Vromere bomen op het bureau. Liggen. Volgende, niet Wimpy, want die had hem erin gezakt. 9-7. Ik voor de duidelijkheid. Wimpy die werkt bij ons en die was hier op het bureau gaan duwen. En toen is het bureau ingezakt van de muur gevallen. En de laatste is een parelhoen. Ja. Zal het niet toch? Tja. Nee. Klaar! Ja, beste maat! Beste maat, bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Milo, doei. Dag hoor, jongens. Ik heb er echt van genoten.